Springen voor het Goede Doel. Dat kon afgelopen zaterdag in het centrum van Panningen. 12 springkussens stonden opgesteld in het centrum. Nou, het bijzondere is dat we Piet Helders bereid hebben gevonden om 12 springkussens neer te zetten. En de springkussens zijn allemaal gesponsord door de ondernemers. En de opbrengsten, er worden kaartjes verkocht aan de kinderen, aan €2,50. Ze mogen gewoon de hele dag gebruik maken van de kussens op vertoon van een kaartje. Dus vandaag niet gratis. En de opbrengst gaat speciaal naar Stichting Haarwensen. En Stichting Haarwensen voorziet kinderen van een nieuwe echte pruik, die dus kaal worden door medische behandeling of door een ziekte. De stichting is bedoeld, ze maken dus pruiken voor mensen die kinderen hebben helaas met kanker. Maar dat zijn dan voornamelijk pruiken die gemaakt worden voor kinderen waar de ouders dus de pruik niet voor kunnen betalen. Ja, ik was laatst op bezoek bij een kapper en die had daar zo'n busje staan voor geld in te deponeren. Heb ik een foldertje meegenomen, ik heb de site bezocht en ik vond dat zo'n geweldig idee om juist de kinderen, voor andere kinderen te laten springen en eigenlijk in een fun situatie toch een beetje geld bij elkaar kunnen krijgen om die kinderen die dat probleem hebben te kunnen helpen. Bezoekers waarderen de actie. Ja, eigenlijk doet Panningen al jaren Capelle Cultuur aan. Ik denk dat het gewoon een hele goede zet is, want je trekt er toch altijd mensen ook van buitenaf binnen. En zo hou je het nog een beetje bloeiend. Nou ja, en wij zitten hier lekker op het terrasje, kinderen amuseren zich. Wat wil je nog meer? Echt super initiatief en ik zou zeggen ook zeker vol blijven houden zo. Er werden 236 kaartjes verkocht. Ondernemers van het Panningse Centrum verdubbelden het bedrag dat werd opgehaald. In totaal werd er €1180 opgehaald voor Stichting Haarwensen.